eindexamen aan het doen zijn. Hoe heb je het eraf gebracht? Wel, twee van de zes examenvakken van vandaag worden zo besproken in het eindexamenjournaal. Nederlands van VBO en MAVO en natuurkunde van HAVO. Hoi, hartelijk welkom bij het eindexamenjournaal. Speciaal welkom voor de VBO en MAVO-leerling, want jullie begonnen vandaag. Nou had je een lekkere dag vooruit gekozen, zeg, met mooi weer. Ik hoop dat je toch nog even een kopje thee in de zon hebt kunnen drinken. Straks aandacht voor examenvrees, maar nu eerst de examens van vanochtend. Hoe moeilijk waren die? We beginnen met HAVO Frans. 41% zei oké. Lastig, zei 36%. Te moeilijk, zei 23%. Gaan we naar VBO Latijn. Oké, zei 41%. Lastig, zei 56%. En te moeilijk, zei 3%. Gaan we verder met de VBO-MAVO-C-examens Nederlands. Oké, zei 76%. Lastig, zei 20%. En te moeilijk, zei 4%. Werd ook Nederlands gedaan door VBO-MAVO-D-leerlingen. Oké, zei 72%. Lastig, zei 26%. En te moeilijk, zei 2%. Nou, dat examen leek dus wel te doen. De vraag is of ze daar in Oegstgeest op de IVO Scholengemeenschap Duinzicht ook zo over dachten. Er zaten een paar teksten die vond ik best moeilijk. De tekst 2 was niet leuk. De vierde tekst, dat ging dus over de biasklant eigenlijk, over de randgroep jongeren. Ja, de laatste tekst was wel leuk. Dat kan je jezelf ook een beetje inbeelden. Het was heel moeilijk geïnformeerd eigenlijk. Moeilijke woorden werden gebruikt. Prioriteiten kwamen erin voor en kon ik op een gegeven moment niet meer thuisbrengen wat het woord nou eigenlijk betekende. P-R-I-O-R-I-T-T-E-I-T. Prioriteit. Met korte ei hoor. Ik weet het echt niet hoor. Weet jij het? Dat prioriteit streven naar iets. Verlangen. Ja? Zou dat misschien iets kunnen zijn? Nee? Oh. Nou, laten we maar eens verder gaan praten. Onder andere over het woord prioriteit. Want dat zat in tekst 2 van Nederlands leesvaardigheid examen VBO MAVO D. We doen dat met Emily Hofman, verbonden aan diezelfde scholengemeenschap in Oegstgeest. Welkom. Tekst 2 was een moeilijke tekst. Was inderdaad heel moeilijk. Er zaten heel veel moeilijke woorden in, dat hoorden we net al. Ja. Die ze misschien niet helemaal kenden. Waar ging de tekst over? De tekst ging over doventaal. Daar bestaat dus een gebarentaal en een spreektaal, orale methode. En de uiteindelijke conclusie was dat men het beste er een combinatie van kon nemen. We gaan wat vragen beantwoorden, want daar zijn ze allemaal nieuwsgierig naar. We begonnen, hadden we bedacht, met vraag 16. Hè? Ja. Hoe luidt die? Als je hem nog bij de hand hebt. Nou, dat moet wel. Ja, hier. Oké. De voorstanders van gebarentaal willen een maatschappelijke erkenning van de gebarentaal. En dat stond in regel 102-103. Daar stond, toch zijn de voorstanders van gebarentaal minder inkennig dan de voorstanders van de orale methode. Ze zien de voordelen van de orale methode, maar ze willen daarnaast een maatschappelijke erkenning van de gebarentaal. En dan ging het eigenlijk een beetje om dat eenkennig. Ja, dat is raar gebruikt. Ik ken het voor kinderen die eenkennig zijn. Ja, precies. Dus ik dacht ook zelf, ik heb het ook onderstreept, ik dacht nou, dan raak je misschien een beetje in de war. Het antwoord is dus dat dat voorstanders van de gebarentaal ook de voordelen zien van de orale methode. Goed, dan gaan we naar vraag 23, 24 en 25. Dat zijn multiple choice vragen. En die zitten eigenlijk in een soort van cluster, hè? Ja, ik heb daar zelf dus ook fouten mee gemaakt. Vandaar dat ik hem uitgekozen heb. Je ziet daar bovenaan dat het in 5 delen verdeeld is. En dan komen er 3 vragen. En die vraag, daar zit helemaal geen spatie tussen. En je zou dus, je kunt dus danig in de war raken, omdat bij de vraag 23 staat dan waar begint deel 2. En dan zie je 4 alinea's staan, 11, 12, 13 en 14. En bij vraag 24 vragen ze waar begint deel 3. En dan zie je weer 4 alinea's staan, maar ze beginnen wel met 14. Dus wanneer je bij de eerste vraag een fout maakt, Dan zou je de rest ook fout kunnen hebben. Goed. Maar we willen natuurlijk wel weten wat die antwoorden zijn. Ja, 23 is A en dat is alinea 11.
24d, alinea 17, en 25, alinea C, C met alinea 19. Goed. Vraag 28 tot slot. Ja, dat vond ik dus weer een leuke vraag. De vraag was, wat is de hoofdgedachte van de tekst? Precies, en daarin, dat is natuurlijk C, want daarin staat eigenlijk precies verwoord waar het om ging. Lange tijd meende men dat doven zich alleen konden ontwikkelen door de spreektaal te leren, maar langzamerhand moeten de dove instituten de gebarentaal erkennen. Goed, nou dat was een klein tipje van de sluier van het MAVO-D-examen. We hebben ook de uitslagen van het C-examen, die houden we eventjes voor de camera. Kunnen jullie even gauw de videorecorder aanzetten en wie weet, weet je vanavond iets meer. Dat zijn ze. Goed. Ja. Uit dit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 leerlingen last heeft van examenvrees. Dat is nogal wat. Nou, wij vroegen ons af hoe het kwam, maar vooral wat je eraan kan doen. Het is nu, even kijken, bijna 8:30. Nog heel eventjes en dan het eerste examen, Nederlands. Om 9:00 begint dat voor jullie. MAVO, gespannen? Ja. Enorm. Toch wel. Ja? U weet er alles van, hè? Hoe je wat minder zweet en wat hogere cijfers ja, we hebben een aantal mogelijkheden om in ieder geval te zorgen dat je goed ontspannen met dat werk kunt beginnen zometeen. En een tip die ik je zometeen sowieso wil geven is, als je nou zometeen gaat zitten voor het centraal schriftelijk en de papieren worden uitgedeeld, dat je in ieder geval even geconcentreerd je beide benen op de grond zet, even de handen even op de dijbenen leggen en dan even probeer diep adem te halen. Even 10 seconden adem vasthouden, dan weer los. En dan proberen over te gaan, wat vaak bespanning is van een borstademhaling, dan gaat je hele schouder op en neer. Laat dan proberen te zakken, dat die dieper komt hier inderdaad onder je navel in de buikademhaling. En in die ontspanning is het de kunst om te denken aan een gevoel, een succes wat je ooit gehad hebt. Het is een investering denk ik van een seconde of 60 en ik denk dat die investering zich terug kan verdienen. Hey, sterkte. Oké. Okay. Ja, bedankt. Jullie mogen er winnen. En het gaat wel lukken denk ik. Ja, ik hoop het. Oké. Nou, daar gaan ze. Ja. Ja. Hoe weet je nou dat het werkt wat u net heeft gezegd? Zeker weten u het niet. Normaal zijn er al een aantal uren extra voor nodig om zoiets te doen. Maar ik denk dat het voor een aantal in ieder geval zoveel ontspanning kan geven dat ze erbij gebaat zullen zijn. Ja. U heeft nou tips gegeven voor in de examenzaal, hè? Maar heeft u ook nog wat tips voor thuis? Ja, thuis wil ik zeggen, doe zo gewoon mogelijk. Ga niet tot 1 uur zitten blokken. Neem geen pillen, geen slaappillen. Want dat maakt je alleen maar, help je al van de wand te sloot. Als je het toch eens doet, doe het homeopathisch. En neem ontspanning op de avond voor het eindexamen. Maar ik vraag me af, is het niet allemaal suggestie als je zegt van ademhalen, rustig worden? Dat nee, kan toch niet? Het is toch een examen? Het is een examen waar we doen is eigenlijk de spanning onder controle brengen. De spanning die nodig is, onder controle brengen. En daarmee werken we aan een beter resultaat. Oké, gaan we zo kijken of het gewerkt heeft. Hoi. Hi, hallo. Is het een beetje gelukt? Ja, wel. Ja? Ja. Oké, been op de grond gezet? Ja. Handen op de dijen? Ja. In de buik geademhaald? Ja. Leuk. En aan succes gedacht? Nee. Dat niet, dat was dat niet. Dat niet. Oké, hey, het is straks Engels, hè? Ja. Gespannen? Nee. Perfect. Wie weet heb je er wat aan. We gaan verder met de middagexamens. Hoe moeilijk waren die? Daar gaan we ook even naar kijken. VWO MAVO C Engels 65% zei oké. Lastig zei 24% en te moeilijk zei 11%. VWO MAVO D Engels 53% zei oké. Lastig zei 34% en te moeilijk zei 13%. Dan zijn we bij het VWO Natuurkunde. VWO Natuurkunde 32% zei oké. Lastig zei 37% en te moeilijk zei 31%. Ook de HAVO's deden natuurkunde. Oké, zei 16%. Lastig, zei 42%. En te moeilijk, zei 42%. Dat was dus een lastig examen. We praten verder over dat HAVO-natuurkunde-examen met Johan Smit. Hij is verbonden aan de Kalsbeek Scholengemeenschap in Woerden. Welkom. Lastig examen.
Ja, dat vond ik ook. Toen ik het had te maken, dacht ik echt bij een aantal vragen van hoe kunnen ze nou op dit moment deze vraag stellen. Dat was onder andere zo bij een aantal vragen over de nieuwe examenonderwerpen, elektronica en fysische informatica. Daar zaten gewoon een aantal vragen bij waarvan je zegt van nou, gezien wat we in de klas hebben gedaan, hoe kunnen ze nou deze vraag stellen? Maar ligt dat dan aan jou, dat je misschien niet de goede dingen hebt behandeld? Misschien wel, maar ik denk dat het toch ook ligt aan de manier waarop het geïntroduceerd is. Aan de hand van elektronische schakelingen, kijken wat, hoe dat in de praktijk gebruikt kan worden. En dat vind je in het examen eigenlijk niet terug. Goed, we gaan even een aantal vragen proberen op te lossen. Ja. We beginnen met die fysische informatica, opgave 4. Ja, dat klopt. Die ging over een transistorschakelaar. Nou, transistor is een van de dingen van de fysische informatica die het minst behandeld is. Dus dat al. Vandaar dus. Vandaar dus. Opgave 10 die ging daarover. Dan moesten ze op het moment dat hier 0 volt wordt aangeboden, moesten ze bewijzen, moesten ze aantonen waarom hier dan 5 volt over deze voltmeter moet staan. Nou, een transistor die werkt als een schakelaar en die schakelaar die is uit op het moment dat je hem 0 volt geeft aan deze kant. En hij is aan als je hem een wat hogere spanning geeft. Bij zo'n silicium transistor is dat boven de 0,7 volt. Nou, het antwoord op vraag 10 moest dus luiden, bij 0 volt is de schakelaar is open, dus met andere woorden, de spanning die hier zit moet hetzelfde zijn als de spanning die daar zit, want er kan geen stroom door die schakelaar. Vandaar dus, het antwoord moest zijn, de schakelaar is open. Oké, we gaan ook even de antwoorden van 11 en 12 geven. Ja, bij opgave 11 moesten ze een stroompje uitrekenen door een weerstand. En het juiste antwoord moet zijn 0,041 ampère. Bij vraag 12, daar laat ik even een grafiekje zien. Daar moesten ze namelijk 2 transistoren achter elkaar en daar een grafiekje over tekenen. Hij moest beginnen bij 0 volt op de horizontale as en 0,2 volt op de verticale as. Daar loopt hij tot aan de horizontale as 0,7 volt. Dan gaat hij ineens omhoog naar 5 volt en dan blijft hij lopen tot het eind van de grafiek. Goed, dus dit hadden ze moeten tekenen? Ja, dat klopt. Oké, gaan we naar opgave 3. Ja. Daar behandelen we van vraag 7. Dat vond je een leuke vraag, hè? Dat vond ik een leuke vraag, want die ging over de gitaar. En de gitaar is natuurlijk iets wat iedereen wel aanspreekt. Opgave 7 die ging over hoe hoog de snelheid is van een golf in een gitaar. Ze kregen dan een gitaar waar onder andere één snaar getekend was en die loopt van P tot Q. Nou, als je zo'n snaar aanslaat, dan gaat die zo op en neer. En dat betekent dat je een halve golf krijgt op de lengte van de gitaarsnaar. Dan kunnen ze aan de hand van de lengte van die gitaarsnaar die gegeven was, kunnen ze de golflengte uitrekenen en daarna met de formule V is lambda maal F kunnen ze de snelheid uitrekenen en die moest zijn 429 meter per seconde. Oké, okay. Klinkt heel eenvoudig. Ik hoop dat ze dat ook zo vonden. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, dankjewel. En dan gaan we naar het LAX, de klachten van vandaag. Hoe luiden die? Roos, vertel eens wat. Gisteren hebben een aantal scholen gehoord dat het vandaag 24 graden zou worden. Hebben toen maar besloten om de verwarming niet aan te zetten, zodat het vanochtend tijdens enkele examens wel heel erg koud was. Nou, vandaag was er op een school in Arnhem, werd niet alleen het examen gemaakt in de aula, maar ook in een hal en dat was nogal wat gehoriger. En daarbij liepen er dus docenten liepen langs die hal en dat waren niet alleen de surveillanten, maar ook andere docenten. Maar waarom zaten ze in die hal? Dat is wel gewoon, maar daar liggen allemaal klaslokalen omheen en daar liepen wel leraren, geen leerlingen gelukkig. Nou, verder is het elk jaar weer verwarrend met de uitslagen van multiple choice teksten, dus A, B en C. Voor de duidelijkheid, op teletext staan de goede antwoorden, althans de beste, want die komen van het CITO. Alle anderen die zijn min of meer op persoonlijke titel, die worden dan door leraren gemaakt, die examens even maken en die worden dan gepubliceerd in kranten of hier inderdaad. Oké, okay, zo doen wij dat ook. Dankjewel. Ja. Oké. Okay. Ah, mooie jongens. Dappere dodo's, jonge helden. Was weer strak als een lier vandaag, man. Ja. Dan heb je. Luister even kijken, toch? Hoppakee. Wat is dat nou? Alledaagse woordjes voor morgen. Wie is dat? Ik heb een 5 achter in mijn auto liggen. Nou ja, een stukje verkopen ze vanavond voor een dubbel. Doe, kopen. Dit raken we nooit kwijt, jongen. Het is altijd veel te opvallend. Dit. Ja! Maar de meeste woordjes staan natuurlijk gewoon op je hand. Oh, ja. Hey, Elsje Miek, schoonheid. Nog steeds last van Daan, hockey aan, hè? Gisteren kampioen geworden.
Goed, wat doen we morgen? Morgen VBO, MAVO, Duits, je zag het net al, en scheikunde. De HAVO's gaan aardrijkskunde doen en economie. En VWO doet ook aardrijkskunde en Engels. Als je nog iets wil nalezen over het eindexamen, Teletext pagina 180, dat is de CITO-pagina. En 362, dat is onze pagina. Heel veel succes morgen en met het studeren. Dag!